Komende zaterdag in het Philipsstadion PSV tegen VVV Venlo, oftewel de koploper uit de Eredivisie tegen de huidige nummer 12. En beide ploegen troffen elkaar dit seizoen al tweemaal en tweemaal won PSV. Eén keer in de Eredivisie en één keer in de achtste finale van de Toto KNVB-beker. In totaal scoorde PSV dus al 9 keer tegen VVV en het waren 9 verschillende doelpuntenmakers. Locadia legt het bij de Jong en daar is, nee, niet het doelpunt. En Mauro Junior schiet hem erin. Pereiro met een vrije trap achterin van Ginkel en die jaagt hem binnen. Lucas is iemand. Geen buitenspel en dus is het 4-1. Dit zijn de statistieken die horen bij de wedstrijd PSV-VVV. In totaal boekte PSV 15 zegens tegenover 2 nederlagen. Maar daarvoor moeten we terug naar de jaren 50. De laatste keer dat beide ploegen elkaar in competitieverband troffen in Eindhoven, won PSV met 2-0. Dat is goed gedaan. Dit ook van Wijnaldum richting Locadia. Daar is de eerste kans. Die moet erin en die zit erin. Nou. Oh, Mampa. Voor het laatste puntenverlies van PSV in eigen huis tegen VVV moeten we terug naar de openingswedstrijd van het seizoen 2009-2010. In een meer dan vermakelijke wedstrijd werd het destijds 3-3. Avelay, Toivonen. Toivonen en PSV scoort uit die situatie en dan is er erg sneu. Schaken is heel rustig, 3-3 en het is niet onverdiend. Zowel PSV als VVV verloor dit weekend. PSV ging zoals iedereen wel weet met 5-0 onderuit bij Willem II. VVV verloor in eigen huis van Excelsior. Daar de peil. En daar is die. 1-3. Ja hoor. VVV mist zaterdagavond spits Lennart T. om een wel heel bijzondere reden. 7 jaar geleden stond T. DNA af om in de toekomst iemand met bloedkanker te kunnen helpen. Onlangs bleek dat er een match was met een leukemiepatiënt en dus reisde T. deze week af naar zijn geboorteland Duitsland. Zaterdag PSV VVV. Aftrap 8:15.